Mika, we zijn vandaag allebei een ruitje. Ja. Heb je het gezien? Ja. Goedemorgen allemaal. Ik heb al 4 dagen geen Avent geopend. Dus dat ga ik doen. Het is vandaag de 11e. En even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus ik moet 8 en 9 doen. En dan doen we vanavond 10 en 11. Het is wel heel erg. 8 en 9. Nou, weet jij waar 8 en 9 zijn? Geen flauw idee. Oké, maar we gaan het even doen. We gaan even niet eraan trekken. 8 en... Oké, hier is 10 tenminste. En hier 11 ook. Nee, ja, oké. Maar we hebben 8 en 9 nodig. Niet 10 en 11. Hier zit het niet. Oh, stop. Oh. Ja, we zijn even verhuisd. Het is... Het was een beetje spannend. Heb je 8 en 9 al gevonden? Nee, hier is... Hier, okay, hier oh, naar 8. Oké. Okay. Pukmer. Nou, dan zal de derde vast een 9 hebben. Kom. Het is trouwens... Het sneeuw... Nou ja... Oh, even nog een beetje sneeuw. Hier ligt hier een muts die niet van ons is. Van wie is deze muts? Is ook een meisjesmuts? Dat is heel interessant. Oh, oké. Okay. Er ligt nog sneeuw en het gaat waarschijnlijk weer heel hard sneeuwen vandaag. Wow. Ja, heb je 9 gevonden? Nou, helemaal leuk. Dan gaan we dat eens even doen. Oh. Het gaat ook zo spannend allemaal, hè? Oké, okay. Ga jij mij filmen? Stom ingepakt. Dan mag ik openmaken. Echt niet? Ik wil het openmaken. Jullie zien het toch niet. Jullie zien mij helemaal niet. Wacht even, zo. Niet zo erg. Het is een tube. Weer een tube? Mijn hemel, hoeveel tubes kan je hebben in je leven? Het is een tube. Redken No Blow Dry Airy Cream. Nou, geef even je mening. Ik zal even mijn mening geven. Want je weet, je voelt het al en je kent je moeder ook zo goed. Ik hou hier niet van, ik snap het niet. Maar ik doe sowieso airy cream. Het is misschien om je haar een beetje airy te krijgen. We gaan het een keer proberen, Mika. Mag ik? Deze doe ik. Nee. Maar dit is een mooi blokje. Stop. Ik doe het blokje. Hou de camera vast. Ik doe het. Nee, maar dat doe ik alleen. Natuurlijk wel. Zo, ga maar zo filmen. Zo, hartstikke goed. Sorry, ik moest even goed zetten. Ja, je moet het even goed zetten. Ik maak het blokje open. Wat heb je? Het is geen tube. Het is een potje. Een potje met... Oh, dat vind ik wel leuk. Banana setting powder. En jij denkt, wat is dat? Een banana. Zal ik even zo doen? Ja, ik moet even scherp zetten. Ik snap niet helemaal... Ik snap niet helemaal hoe het werkt. Maar dit is dus dat je zo moet zetten en dan is het geel en zo. En elke keer dacht ik, ja, mag ik het nog kopen? Mogen we kijken? Nou ja, je kan het nu niet zien. Het is de kleur, hè, van de banaan. Dit is niet een banaan. Oh. Maar goed, elke keer dacht ik, zal ik het kopen? Het is een hype en weet ik veel wat. En ik heb geen zin om nog extra te kopen. En nu heb ik het. Dus dat vind ik leuk. En wat is het voor merk? Ik heb geen idee. Wacht even. BP of zo. PB. Ja, precies. Papa banaan. Het is geen merk. Dat kan toch niet? Papa banaan of banaan papa? Banana setting powder van BP, van banana powder. Nou, helemaal leuk. Strakjes weer 2, dus yay. En ik zie jullie zo direct weer, want ik ga het kind zo direct naar school brengen. Mm-hmm. Doei. Ik heb serieus er net 3 kwartier was opgevouwen en zo. Maar overal liggen weer stapels. Er ligt hier ook een stapel poes. Kijk, als ik dit zo op je leg, ben je stapelpoes. Ja. Hi, lieverd. Ik kreeg een mailtje van, ik gok, Mika's school. Was zo lekker, weet je, zo... Oh, soms moet ik zo lachen om die school. Maar goed. Er stond, vanwege dat er weer een storm komt om 2 uur... Zijn ze vrij? Mijn hemel. En daar stond er de schoolleiding. Maar er stond verder niet van welke school het ging. Maar toen kreeg ik net een berichtje van Matteo. En Matteo die heeft ook sneeuwvrij. Want blijkbaar gaat het heel erg sneeuwen en spannend en weet ik veel wat. Dus ik ga Mark een berichtje sturen. En ik ga zeggen of vragen of het misschien niet een verstandig idee is dat hij de rest van de dag thuis gaat werken. Want... Als er allemaal mensen van allerlei kanten dat gaan zeggen. Waar is mijn telefoon? Maar die heb ik net op tafel gelegd. Dan is het misschien, weet je, gisteren dacht ik ook, waar is de sneeuwvlok? En toen begon het opeens heel hard te sneeuwen. En het is echt heel erg glad. Er wordt hier gewoon niet gestrooid. Dus dat is echt, ja, eigenlijk wel ernstig. We wonen tegenover een school. En ik zag gewoon 36 kinderen. (lacht) 36 kinderen zag ik onderuit gaan.
Ik moet lachen om het berichtje van mijn zoon. Lekker ding. Maar goed. Dus ik ga Mark een berichtje sturen. En ik zie jullie zo direct weer. Doei doei. Zo. De kindjes buiten spelen. Potverdorie. Mark werkt binnen. Of niet werkt binnen, werkt thuis. Ja, hij zit binnen, maar hij werkt thuis. De poes zit hier. En de andere poes zit daar. Nou, het is weer gezellig. Het zijn wel echt hele grote vlokken nu, zeg. Ik ben een appeltaart aan het maken. Want dat vind ik echt het weer ervoor. En ik ga straks boerenkool maken. En Mika die eet een lasagne. Kijk, ik heb hem uit de vriezer gehaald. Dus ja, alles is goed. Even lekker in chillstand. Oh, we're doing this now? Oké. Ja, doe eens. Je mag niet eten. Mag ik? Oké. Dan niet, ik had mijn lieveling. Ben jij aan het eten? Ja. Oh. Wat? Ze zijn wat. I don't understand. Ja. Oké, maar het duurt zo lang. Het is zo, de I'm spanning, sorry. De spanning. Het is een zeepje. Niet. Wat is dit? Renaissance mask. Oh. Oskia. Ik kan het niet zien, want ik zie Mark. Het is ook heel leuk. Oskia, mag ik even kijken? Londen. Ja, mam, hoe... Straks valt het op je bord. Je gaat het toch nooit schuin zo openmaken, Mark? Hoe ken je niet de Oskia? Het is... Oeh. Dit looks very nice. Mag ik even ook kijken? Nou, het is een masker. Leuk. Ben ik ook blij mee. Vind ik ook leuk. Kom, maar blijkbaar mag ik die andere niet zelf doen. Ik kan toveren. Oh. Wow. Wauw. Wow. Wat een trucage. En nu ga jij hem openmaken. Leuk. Blijft leuk. Deze is zwaar. Oh. Oh, the spanning is killing me. Ik wil het weten. Wat is het? Douchegel of niet? Body wash van... Sorry, we hebben geen focus. Molten Brown. Vanochtend hadden Ginger Lily. De banana powder. Nou, we gaan nu even eten, want ik heb trek. Eet smakelijk. Yeah. Okay, Mark. De best. Niet dat ik je kan zien, maar... Want echt, sneeuw gaat precies in mijn gezicht. Oh. Is het fijn, schat? Kijk, het is ook echt... Dit is echt zo gezet. Kijk eens. Ja, hoe diep ook. We hadden een afspraak, hè? We zouden gewoon mama niet... Hallo. Hoi, schat. Even een... Wacht, jongens. Een winterwandelingetje. Maar het gaat gewoon... De sneeuw komt gewoon echt zo op. Ik denk dat dit jullie hand is. Oeps. Gaat ie? Alweer? Stinkerslaag. Doe ze niet. Matteo. Je staat op de poesenpoten die ik wilde laten zien. Matteo, stop met mensen in hun gezichten gooien. Ik bedoel ze het zo. Ik wil het serieus hier doen. Het spijt me. Beter mikken. Ja. Maar jullie staan nu allemaal in de poesenpoten. Ja. Ja. Nou, het was leuk. While it lasted. Ach, mijn hemel. Zei je nou, het was leuk om while it lasted? Ja, de poesenpoten. Oh. Jeetje, Matteo, in wat voor wereld leef jij? What are you doing? What are you all doing? Oh. Het is hier, kijk eens hoe diep het hier is. Het is echt mijn hele voet. Ever. Yay! Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Het maakt niet uit hoe zwaar ze zijn. Dit blijft leuk. Toch jongens? Ja. Ik sluit nog even de vlog af. Het is echt een chaos op de weg. 1500 kilometer file is echt een record. Er zijn honderden mensen gestrand op Schiphol die gewoon ook echt nergens naartoe komen. Die echt gewoon een paar uur moeten wachten voor een taxi. Ik zat een filmpje te kijken, stond een rij. Nou, echt niet normaal. Dus ze gaan nu ook echt bunkbeds daar neerleggen. Dus ik ben blij dat mijn kinderen en mijn man hier veilig zitten. Alleen, ja, morgen is weer een nieuwe dag. En er is dan misschien geen sneeuwstorm, maar er ligt nog steeds heel veel sneeuw. En het is heel erg glad, dus...
We moeten maar zien hoe en wat. Ik zie jullie morgen weer. Smile is pretty. Smile and feel pretty ook nog eens.